beetje ongewoon om mij hier te zien staan op een zondagmorgen, waar normaal de priester de Eucharistie viert. Maar Jeff Vervloed, die normaal hier van dienst was deze zondag, is vervroegd opgenomen in het ziekenhuis, waardoor hij dus niet aanwezig kon zijn hier. En is mij gevraagd om samen met jullie een woord- en communiedienst te vieren. Chef zou het ook zo gewild hebben dat de viering zou doorgaan en dat we in gebed samenkomen en hem misschien ook wel aan hem denken op dit moment van samen zijn hier en hem aan God steun vragen voor de operatie waarvoor hij voorstaat. Nog een kleine praktische mededeling. De omhaling in een woord- en communiedienst zal gebeuren na de eerste lezing. Dus tijdens de tussenzang tussen eerste en tweede lezing. Laat ons beginnen met het kruisteken. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Alles hebben en toch niet gelukkig zijn. Een goed inkomen, een mooie familie. Allerlei mogelijkheden om te leven en te genieten, geen zorgen en toch ongelukkig zijn. Dat is de situatie van die man uit het evangelie. En misschien slaat dat ook wel een beetje op ons. Niet weten wat de zin van ons leven is en daardoor lijden. Wat geeft het leven zin? Wat brengt duurzaam geluk voor mensen? Laten we ons daar het komende uur over bezinnen, Hij die we noemen Vader, Zoon en Heilige Geest. Vandaag horen wij in de eerste lezing en in het evangelie verhalen over levenswijsheid. Want altijd weer gaan mensen op zoek naar wat eeuwigheidswaarde heeft, zo ook vandaag. Het thema van deze viering is verstandig omgaan met wat je hebt. Rijkdom is riskant, zo vernemen wij. Rijkdom kan mensen gevangenen maken van hun geld en goed. We stellen ons de vraag, hoe besteden wij, christenen, ons bezit? Hoe gaan wij om met onze capaciteiten, onze talenten, onze mogelijkheden? Wie mag ervan genieten? Jezus vraagt dat wij ook op deze gebieden de weg van de liefde voor de medemensen bewandelen. Dat is een levenswijze die gelukkig maakt. Omdat we zo weinig vertrouwen hebben in het Jezuswoord, dat nog te veel aan onze kant blijft staan, aan de kant van het bezit, vragen wij om vergeving. Heer, Gij roept ons op om te delen met mensen om ons heen. Vergeef ons wanneer we te vaak aan onszelf denken en de anderen laten links liggen. Heer, ontferm U over ons. Christus, Gij zijt het die ons de weg wijst en voert naar de bron van leven. Vergeef ons wanneer we achter andere goden aanlopen. Christus, ontferm U over ons. Christus. Heer, Gij wilt dat wij in vrede samenleven. Vergeef ons wanneer wij niet allen tot hun recht laten komen. Heer, ontferm U over ons. God is een liefdevolle God. En grenzeloos is zijn barmhartigheid en trouw. Op hem mogen wij rekenen.
Hij zal onze tekorten liefdevol vergeven. Hij zal ons voeren naar nieuw en eeuwig leven. Amen. Wij weten ons geroepen door uw stem van liefde. Wij willen leven, niet voor onszelf, maar voor elkaar. Door u weten wij ons geroepen naar mensen vol pijn en verdriet, die geen zicht meer hebben op een zinvolle toekomst. Mogen wij, naar het voorbeeld van uw Zoon, ook hen de weg naar uw Rijk der Hemelen tonen, via onze liefde en onze nabijheid. Amen. In de eerste lezing horen we een ode aan de wijsheid. En in de tweede lezing zegt Paulus dat het woord van God levendig en krachtig is. En in het evangelie horen we hoe Jezus zegt hoe we ons volmaakt kunnen worden in de ogen van God. Lezing uit het boek Wijsheid. De wijsheid is een geschenk van God aan de mens. Uit zichzelf kan geen mens haar vinden. Daarom richtte ik mij tot God en hij schonk mij inzicht. Ik bad en de geest van wijsheid kwam over mij. Ik koos haar boven macht en rijkdom. Geen enkele edelsteen, hoe mooi en kostbaar ook, stelde ik met haar gelijk. Vergelijken met de wijsheid is goud niet meer dan zand en zilver, niet meer dan slijk. Meer dan gezondheid en schoonheid kreeg ik de wijsheid lief. Ik verkoos haar boven de schittering van het zonnelicht, want de glans die zij uitstraalt, vergaat nooit. Dankzij de wijsheid schonk God mij vele goede dingen en werd onschatbare rijkdom mijn deel. Als antwoordpsalm zingen we 504. Wanneer ik door de velden ga, 504.
De tweede lezing, lezing uit de brief aan de Joodse christenen. Broers en zusters, het woord van God is levend en krachtig. Het doet wat het zegt. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het toont wie de mens is, omdat het doordringt tot het diepste van zijn hart. Het ontleedt de bedoelingen en de gedachten van de mens. Geen enkel schepsel is voor God verborgen. Alles ligt open en bloot voor zijn ogen. Het woord van God stelt de mens voor zijn verantwoordelijkheid. Aan God moeten we rekenschap afleggen. Dit was de tweede lezing. Laten we nu recht staan voor het Alleluia-vers. Heer zal bij u zijn. Ik lees jullie uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Juist toen Jezus met zijn leerlingen wilde weggaan, kwam er een jongeman naar hem toegelopen. Hij viel voor hem op de knieën en vroeg: Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? En Jezus antwoordde: Waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed behalve God. Gij kent de geboden: niet doden, geen echtbreuk plegen, niet stelen, niet vals getuigen, niemand tekort doen en uw vader en uw moeder eren. Doe dat en gij zult leven. De man gaf Jezus ten antwoord: Van jongs af heb ik mijn best gedaan om de geboden te onderhouden. En toen keek Jezus hem vol liefde aan en zei: Eén ding ontbreekt u nog. Verkoop wat ge bezit en geef het geld aan de armen. Zo bezit ge een schat in de hemel. En kom dan terug om mij te volgen. En toen de jonge man dit hoorde, betrok zijn gezicht en teleurgesteld ging hij heen, want hij was zeer rijk. Toen keek Jezus zijn leerlingen aan en zei: Wat is het toch moeilijk voor rijke mensen om het koninkrijk van God binnen te gaan? De leerlingen waren verbaasd over wat Jezus zei, maar Jezus hernam: Kinderen, wat is het moeilijk het koninkrijk van God binnen te gaan? Ja, voor een kameel is het gemakkelijker door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke in het koninkrijk van God te komen. En toen stonden zij verslagen en vroegen: Voor wie is het dan wel mogelijk? Jezus keek hen aan en zei: Menselijk gezien is het inderdaad onmogelijk, maar niet voor God. Voor hem is alles mogelijk. Petrus merkte op: Zie, wij hebben alles achtergelaten om u te volgen. Zullen wij het koninkrijk van God binnengaan? En hierop zei Jezus: In waarheid, ik zeg u, al wie goed en huis, familie en vrienden heeft achtergelaten, terwille van mij en de blijde boodschap, krijgt nu in dit leven het honderdvoud en in de komende tijd het eeuwige leven. Woord van de Heer.
De evangelielezing van vandaag situeert zich in het midden van het evangelie van Marcus. Jezus die op weg is naar Jeruzalem en iemand komt naar hem toe. En die iemand wordt beschreven als een jongeman die blijkbaar van rijke afkomst was. Hij had het getroffen in het leven. Aan zijn kleren was het te zien dat hij uit een begoede familie kwam. Zoals een ieder was ook hij op zoek naar datgene waarvan we allen verlangen, de weg naar een spirituele groei, een diepgang in het leven. De man kwam aangelopen, staat er geschreven. Hij had haast om de Heer te ontmoeten. Het is voor ons een voorbeeld, wij die soms toch lui zijn in het navolgen van de Heer. En die jonge man werpt zich voor zijn voeten en stelt de vraag die centraal staat in het leven van ieder van ons. Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven? Jezus die corrigeert onmiddellijk en hij zegt: waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, alleen God. Deze bevestiging van Jezus is een les voor ons. Wij die zo snel een hoge dunk hebben van onszelf. Alleen God is immers goed. Niemand anders en zeker wij op het minst. En dat erkennen is geen zaak van nederigheid, maar van waarheid. Je eigen zwakheid en zondigheid erkennen betekent dat je een eerste stap zet op de weg die naar de Heer leidt. En dan begint er die dialoog. Jezus vraagt hem of hij de geboden kent en antwoordt daarop dat hij dit al sinds zijn jeugd onderhoudt. Hij is dus allesbehalve een lauwe gelovige. Jezus kijkt hem liefdevol aan, want hij herkent in die jonge man een broer. Ga verkopen wat je bezit. Geef het aan de armen en je zult een schat hebben in de hemel. Het zijn sterke en radicale woorden. Het evangelie vraagt altijd een keuze, radicale keuzes. En het verhaal sluit bitter af, want als de rijke dit hoort, buigt hij het hoofd en gaat weg. Het bedroefde Jezus zeer, want hij verloor een vriend. Het verhaal deed me denken aan een ander Joods verhaal van die man die rijk en ongelukkig was en die raad ging vragen aan een rabbi. Hoe kan ik terug vreugde vinden in het leven, was zijn vraag. En die rabbi zei tegen hem: kijk eens door het raam en vertel mij wat je ziet. Die man die antwoordt: ik zie mensen door de straat lopen, vertelde die man. En toen hield die rabbi een spiegel voor en zei: kijk eens in de spiegel en wie zie je nu? Mezelf, antwoordde de man. En de andere? Zie je die niet meer? Het venster en de spiegel zijn allebei van glas gemaakt. Alleen is er bij die spiegel achteraan een laagje zilver opgezet. En door dat zilver zie je alleen nog jezelf, terwijl je door het glas van het venster ook de anderen kan zien. Dat is ook met jou gebeurd. Toen je nog arm was, zag je de anderen en had je medelijden met hen. En nu je bedekt bent met zilver, zie je alleen nog jezelf. Misschien moeten we wat zilver wegkrabben om terug de anderen te zien.
die rijke jongeling heeft niks verkeerd gedaan. Je zou van hem zelfs kunnen zeggen dat hij voorbeeldig leefde, de geboden strikt naleefde. Maar dat blijkt onvoldoende te zijn om vreugdevol in het leven te staan. We moeten bereid zijn onze rijkdom te delen. Wanneer je de wereld rondreist, dan zie je dat wij het lang niet slecht hebben. Er is een goed sociaal vangnet, we leven welvarend, we hebben een job. Maar we hebben ons opgesloten achter de hekken en poorten van onze huizen. We leven voor onszelf en verdedigen onze rijkdom. Al wat vreemd is, geeft angst en is niet welkom. We sluiten de grenzen van onze welvaart. Niemand komt er nog in. Welke indruk gaan wij nalaten op de volgende generatie? Een tijd waarin we enkel nog aandacht hadden voor onszelf? Welke invloed zullen wij christenen nalaten op deze tijd? Maken wij van deze wereld een plek waar het goed is om wonen voor iedereen? Of kijken we enkel in de spiegel naar onszelf, zelfgenoegzaam en ijdel? Wat de Heer ons vraagt, heeft iets van verzaken te maken. En dat is gedeeltelijk ook zo. Maar het is vooral een grote levenswijsheid. Jezus antwoord legt de concrete gevolgen van die wijsheid uit. Wie alles achterlaat om Jezus te volgen, zal het in dit leven 100-voudig ontvangen en na de dood het eeuwig leven. Soms denken we dat het leven met het evangelie enkel gemis inhoudt. Zo dacht ook die rijke man. Maar in feite is de keuze om de Heer boven alles te volgen eerder passend. Niet alleen om de eigen geest in de toekomst te redden, maar om het leven op deze aarde 100 maal meer te smaken. Laten we recht staan om ons geloof uit te spreken. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald werd ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Vader, dit zijn onze gebeden. Aanvaard ze in uw onmetelijke goedheid en geef ons het vertrouwen dat gij naar ons luistert. Bidden we om wijsheid, dat wij de grenzen van ons bestaan onder ogen durven zien en dat we eruit durven leren dat bezit niet leidt tot het ware en volle leven. Laten we bidden. Bidden we om innerlijke rust, dat we niet te haastig leven, dat we niet oppervlakkig aan het eigenlijke voorbij gaan en daardoor Gods uitnodiging niet horen. Laten we bidden. Amen.
bidden we dat rijkdom en bezit ons niet tot slaven maken, maar dat we er als vrije mensen leren mee omgaan. Laten we bidden. Laten we voor onszelf dat we wakkere christenen blijven die protesteren als individuen of hele bevolkingsgroepen dreigen te worden versmacht door het spel van de macht. Laat ons bidden. En in deze viering bidden we ook voor Melanie Hofmans, echtgenoot en familie. Voor echtgenoten Camille en Sandrine de Loze de Smet. Voor Leopold en Maria Mertens Schokkaert. Voor Louise, Julia, Jeanne en Alphonse de Loze. Voor Rosa Egermond. En bidden we in stilte ook even voor onze eigen intenties. Laat ons bidden. Geef, Heer, dat wij een stukje materiële zekerheid kunnen loslaten om de wijsheid van uw Zoon in ons op te nemen. Amen. Ga verkopen wat je hebt. Deel het uit en kom dan terug om mij te volgen. Kom naast mij staan met lege handen. Om aan die oproep gehoor te geven, kunnen we een steuntje best gebruiken. Bidden we daarom tot de Vader, zoals Jezus ons ooit zelf geleerd heeft. En laten we recht staan voor het Onze Vader. Onze Vader. Aan, Heer, om stukje bij beetje los te laten, zodat we zonder angst en zonder dreiging kunnen bouwen aan uw droom van vrede. Dat willen wij aan elkaar van harte toewensen. De vrede van de Heer zij dan ook altijd met u. Broeders en zusters, geef aan elkaar een teken van de vrede van de Heer. Thank you.
Jongeman, ik wil je iets vragen. Hoe kwam je op het idee om naar Jezus te gaan? Je had toch het gevoel dat je goed leefde? Je hield van de Tora, en dat is toch al heel wat? Het lijkt wel of je twijfelde aan je manier van leven. Je liep netjes in de pas, maar voor Jezus ging je door de knieën. Liet hij je zien dat er nog meer was tussen hemel en aarde? Jongeman, ik vind jouw vraag ook vandaag nog actueel. Je weet hoe dat gaat. We hebben heel veel. We kunnen van alles. En toch lijkt ons leven soms leeg, zo doelloos. Diep in ons leeft de vraag naar eeuwig leven, naar leven volop, nu al. Dat leven is niet te koop. Er staat niks over in reclamefolders. Eigenlijk weten we het wel. Het levensmodel van Jezus tot het onze maken. Daarin ligt onze toekomst. Delen en geven, leven in verbondenheid met God en mens. Dat is het. We weten het. Maar het is zo moeilijk. Je weet dat als geen ander. En toch blijft jouw vraag ook vandaag nog. Bedankt daarvoor. We willen nu de Heer in ons midden verwelkomen. We hebben geluisterd naar zijn woord. En nu wil hij ons voeden met zijn brood. Wat in geen mensenhart is opgekomen, hebt jij, God, bereid voor allen die jou zoeken. Je hebt je laten zien als een God die er alles voor over heeft, als wij mensen maar tot leven komen. Zoals een moeder haar kind draagt, zoals een vader opkomt voor zijn kind, zo ben jij er voor ons, een trouwe God. Die doet wat je zegt, die jouw verbond en ons verbond bewaart, ook als ons hart ons onrustig maakt. Jouw hart is groter. Als wij worden verscheurd door onze gebrokenheid, jouw barmhartigheid kent geen grens. Biddend en vol eerbied willen we gedenken wat jij voor ons hebt gedaan. Zoals jij je hebt laten zien in Jezus van Nazareth. Getekend als een slaaf ging hij de weg van alle zaad. Werd brood voor ons gebroken, een beker die overvloeit. Een lam, maar ook een herder, vrij en gebonden, prijsgegeven aan de dood. Daarom, lieve God, roepen wij uw naam en bidden u om jouw geestkracht. Dat wij zijn woorden mogen bewaren, dat wij trouw mogen blijven aan jou, ons verbond. Dat wij de weg mogen gaan die Jezus ons is voorgegaan.
als nu. Nu wij in alle vrijheid kunnen doen wat Hij heeft gedaan, beseffen we wat Hij wilde zeggen. Breek maar en deel. Je wordt er niet armer van. Zo nemen wij brood in handen, in de hoop en met de bede dat wij zullen doen wat Hij ons en alle mensen heeft voorgedaan, dat Hij tot leven mag komen in en door ons, dat wij mogen leven in en door Hem. Als communielied zingen wij 569. God die leven hebt gegeven. 569. We weten niet hoe rijk we zijn. Het spoor van God voor ons al uitgetekend, van toen we nog met kinderogen naar de wereld keken. We weten niet hoe rijk we zijn, dat onze God geen God is van verre en in den hoge, maar dat Hij in het hart van de allerminste mensen gezocht en ook gevonden wordt. We weten niet hoe rijk we zijn, omdat God als een metgezel met ons de wegen gaat van alle leven, met de schouders van een vriend en een hart dat alle ruimte laat. We weten niet hoe arm we zijn, wanneer we stilzwijgend voorbijgaan aan Gods deur en niet willen bekennen dat wij zonder Hem de armste mensen van de wereld zijn. We danken u, Vader, omdat wij er mogen zijn. Leer ons te leven bevrijd van angst, bezit en macht. Leer ons in de anderen geen bedreiging, maar een gelijk te zien. Leer ons creatief te zijn en zo mogelijkheden vinden om aan iedere mens recht te doen, zodat wij met z'n allen kunnen genieten van wat het leven te bieden heeft. Amen. En laten we opstaan voor Gods zegen en zending. God, Gij die de gegoedende bezitters zijt, voorgegaan in een leven van dienstbaarheid tot in de dood, wil ons zegenen, zodat wij elkaar tot zegen kunnen zijn. Hij die we noemen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. En gaan we dan allen heen in vrede.